De vrouw uit Bavel reed vanuit haar dorp richting Breda toen ze plotseling onwel werd. Ze botste in de middenberm tegen een verkeersbord. Haar auto reed nog 100 meter door en kwam in de Zwijnsbergstraat tegen een rechts van de weg staande boom tot stilstand. De vrouw lag in eerste instantie bewusteloos in haar auto. De brandweer heeft haar uit de auto bevrijd. Haar baby, die in een goedgekeurd veiligheidszitje zat, is ook ter controle naar het ziekenhuis vervoerd. De 30-jarige bestuurs hield aan de botsing een gebroken knieschijf en vinger over.